Festival van Vlaanderen. Ja, het kan zijn dat daar een publiek voor is. Ik denk dat daar een publiek voor is. Ik zou daar dus geen goeie voor zijn. Hij heeft een absolute spreekvrijheid. Daar zit een logica in. Hè? Rudy van Vlaanderen. Ja, maar dit kan toch echt niet meer in dit land. Vuile teringleier. Dit kan niet getolereerd worden. Het Festival van Vlaanderen. Dat is, denk ik, in het Vlaamse politieke landschap op dat niveau toch wel betrekkelijk ongezien. Schoolmeester, een knelpuntberoep. Dat gaat toch niet lang meer mee duren, zeker? Woensdag namiddag vrij, donderdag namiddag binnenkort ook vrij. Gevoelt dat, hè? Dat wordt een protestnamiddagje. Dat zal binnenkort zelfs georganiseerd worden door de scholen zelf. De school zal bepalen waarvoor er iedere week zal mogen geprotesteerd worden. En zo leren de kinderen ook hoe ze in het latere leven hun hesje kunnen staan en hoe ze moeten staken bij conflicten met hun werkgever, hun weerbaarder maken, ja? Ja? En donderdag is het nu voor de derde keer voor het klimaat, om een keer weg te zijn, zeg maar. Ik zag vooral dat de politiekers supporter zijn van Anunnaken. De mannen die er feitelijk niks aan gedaan hebben, allez, zeg maar. Maar je ziet dat toch overal, hè? De socialisten hebben het hier zo vol met migranten gestoken en nu dat de mensen daartegen demonstreren, zijn zij er ook tegen. Straffer nog, Kroon B zegt, maar de anderen hebben dat gedaan, hè? En Herman van Rompuy is zich ook al komen mengen en zegt dat het mooi is als jonge mensen opkomen voor hun idealen, dat ze geëngageerd zijn. Hey, het is mei 68 niet, hè, Herman? Het is gewoon om te kunnen brossen. Steek ze eens alle 14.000 een vuilzak in hun handen en laat ze eens dwars door de stad heen alles opruimen. Volgende week Brussel, daarna Gent enzovoort. Het zal hen rap verdrieten. Anunnaken is gewoon lul aan het verkopen. Blijkt dat Anunnaken 4 jaar geleden ook al aandacht wou en dat ze toen ook al op Ketnet, op tv, al van alles is komen vertellen. Dat ze een jongetje was en dat ze liever een meisje wou worden. En laat ons eerlijk zijn, ook dat is lul verkopen. Uit haar Facebook blijkt ook dat ze graag met vakantie gaat. Tot 4 keer per jaar. En met voetafdrukje. Ja, maar dat mag dus wel niet, hè, Anuna. De groenen die moeten thuis blijven, hè. Vakantie in eigen land en streng waken over de eigen ecologische voetafdruk. Ah ja. Je moet consequent en ecologisch blijven. En ze kwam ook poneren dat de appeltjes van Oranje niet uit Spanje moeten komen. Maar uit Oranje eventueel? Ik weet niet of ze haar groene vriendjes nog lang te vriend zal houden als ze geen rijst en quinoa meer mogen eten. Maar terug, patatten met saucissen. Staat dat niet een klein beetje tekort bij de Vlaamse volksaard? En wordt dat dan weer geen aanleiding tot extreemrechts denken? Gevaarlijk, maar goed. Dat klimaatwandelen, dat houdt binnenkort wel op natuurlijk. En dan verzinnen we wel wat andere optochten als we maar thuis weg zijn. En er zijn er al in de maak, hè. Ik zag dat in bepaalde scholen vorige week al het debat van Kools versus Van Langenhoven werd becommentarieerd. Het is te zeggen, de linkse schoolmeestertjes waren al begonnen om de nieuwe optochten voor te bereiden. Eerst de hoofdjes van de leerlingen kneden en vervolgens een optochtje tegen de verrechtsing in onze maatschappij. Ja, nog een paar weken en het is zover. Het is wel straf dat leerlingen zelf op Facebook al moeten komen posten dat ze door hun meesters weer eens worden gebrainwashed. Zover zijn we al. Dat de jonge mokkes massaal selfies willen met Dries. Nou, dat is wat anders natuurlijk. Maar toen wij jong waren, protesteerden wij ook wel eens in Brussel. Wij maakten ook van onze tak, kennen we nog? Het taalactiecomité. Wij gingen bijvoorbeeld met de Giro in Brussel pinten drinken. We bestelden in het Nederlands en als de garçon het bedrag niet kon zeggen in het Nederlands, dan lieten we de pinten staan. Dat is betogen, hè, Anunnaken? En dat was in het weekend. En wij zijn nogthans nooit bij de minister mogen komen, hè? Ons verhaal paste vermoedelijk niet in het kraam. Maar de klimaatopwarmingen, ja, ja, dat is tenminste echt waar, hè? Hoeveel centimeter was de zee de laatste 10 jaar weer gestegen? 0,000. 0,000. 0,000.
05. Amai zeg. Ja, merci, want ik vergeet dat altijd. Hè. En jij, Rudy, jij als enige kleinkind. Jij had dat kunnen oplossen. Jij had uw verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar dat doe je niet. Je bent juist gelijk als de rest van de familie. Thank you for flying Rudy Air. See you tomorrow.